Als u nou echt lekker tot rust wilt komen of heerlijk in slaap wil vallen, dan is het aan te bevelen om de slaapkamer helemaal geel te verven, want dat is heel rustgevend. Is dat waar of is dat niet waar? That's the question. Goedenavond allemaal, met veel plezier spelen wij het komende half uur op deze zender That's the Question. Dit zijn de mensen die, waarvan ik tenminste aanneem dat ze het ook met heel veel plezier gaan spelen. Hij komt uit het Brabantse Helmond, is 44 jaar, werkt als decaan en docent, heeft zeer veel landen bezocht, maar de liefde van zijn leven, die leerde hij kennen via internet, Theo. Ja, dat klopt. Vertel het ons hoe dat ging. Ja, na een scheiding op een gegeven moment een nieuwe vrouw willen zoeken. Uiteindelijk er tegengekomen op internet en het klikte met de muis, maar ook in het werkelijke leven direct. Ah, dat is mooi. Alleen daarna moest ik al snel 5 weken naar China. Dus het was maar de vraag of het goed zou blijven. Veel contact gehad. Uiteindelijk kwam ik terug en toen reden we naar huis en ze sloeg af en had ze in een hotel de huwelijkssuite gereserveerd waar de kaarsjes klaar stonden. Dus het was super romantisch. Een paar maanden daarna getrouwd en precies 9 maanden daarna een wolk van een dochter. Wat een prachtig romantisch verhaal. Prachtig verhaal, ja. Theo Manders. Dank je. Zij is 30 jaar, ze is moeder van Jeffrey, woont in Kampen. Je hebt lange tijd als vliegtuigmonteur gewerkt en je zou heel graag, Wendy, nog eens willen emigreren naar Ierland. Ja, dat klopt. Maar alleen als we een grote prijs winnen. Ja. Mijn man die heeft daar een half jaar voor zijn werk gezeten. En die vond het daar helemaal geweldig. En we zijn de Jan Boele hier in Nederland een beetje zat. Ja, je zou graag. En waarom juist naar Ierland? Ja, omdat het daar gewoon lekker rustig is. En hij daar dus een half jaar voor zijn werk heeft gezeten. En daar helemaal aan verknocht is geraakt. Ja, je weet dat je met de prijs die je hier wint niet genoeg hebt om naar Ierland te gaan, hè? Nee, dat klopt. Maar het is wel leuk. Daarom. En ook om mee te doen. En leuk dat jij er bent ook, Wendy Nijholt. Wij gaan eens kijken wat de eerste vraag jullie gaat brengen. We beginnen even een beetje rustig aan, maar uiteindelijk drukten ze allebei. Wendy, jij was sneller. Welk New Yorks museum is gebouwd in de vorm van een spiraal? Guggenheim. Ja, dat is helemaal goed. Ja, yes. En dat betekent dus, Wendy, dat jij mag beginnen in de eerste ronde. Zo eerlijk doen we dat altijd weer in dit programma. De vraag die we spelen is van een geheel andere orde. De zwijger is het antwoord. Wendy, de eerste letters ga jij verdienen nu. In welke Zuid-Nederlandse stad staat de Lange Jan? Middelburg. Heel goed. En in 1 keer 4 punten alweer verdiend. Theo. Question. Hoe noem je het houdbaar maken van bijvoorbeeld levensmiddelen door ze tot het kookpunt te verhitten? Steriliseren. Oh, prima. Ik denk dat ik het weet. Dat is ongelooflijk. Dat hebben we nooit gehad zo snel. Zeg het maar. Wat was de bijnaam van Willem van Oranje? En dat was de zwijger. Dat is de question. Jawel, dat kan gebeuren als jij gelijk al een idee hebt, als je het antwoord ziet wat de vraag is. Zo kan dat gaan, Theo. De bonusvraag voor jou nu, die is ook 5 punten waard. Als je even teruggaat in gedachten naar de geschiedenislessen van vroeger, wie van deze twee heren is nou Willem van Oranje? Nummer 1. Nummer 1, ook dat komt er heel stellig uit en is goed. En zo zijn we alweer, voordat we het wisten, bij de tussenstand. 12 voor Theo en 4 voor Wendy. En spelen wij in deze eerste ronde opnieuw 1 vraag. Aan de beurt is Wendy. Question. In welke film van Hitchcock achtervolgen zwermen agressieve vogels de hoofdrolspelers? The Birds. Ja. Helaas maar 1 schamelpuntje voor jou, Theo. Question. Dat zijn er een aantal meer. In welke gemeente staat het Kruller-Müller Museum? In de gemeente Arnhem, maar ik ben er vorige week geweest. Otterlo. Otterlo. Je bent er geweest? Ja, vorige week. Maar vergeten waar het was? Nou, ik daar niet op Arnhem, maar. Oké, okay. Wendy. Question. Welk koeienras is herkenbaar aan de witte plek op zijn kop? Ik zou het niet weten. Nee, van koeien heb je minder verstand. Ja. De blaarkop. Theo. Question.
Hoe heet druivensap waarbij de suikers door gisting in alcohol zijn omgezet? Dat is wijn. Dat is zeker weten wijn. Je ziet de vraag nog niet, hè, Theo? Je weet het nooit met jou. Wendy, hoe heet het straatverbod voor veroorzakers van drugsoverlast op de Amsterdamse Zeedijk? Nee. Dat is daar een dijkverbod in plaats van een straatverbod. Theo. Question. Tot welk soort voertuigen behoren een karos of een landauer? Koets. Nee. Een koets. Nee. Koetsen. Koetsen. Je dacht ik moet die letters gebruiken, dus ik plakte een voor. Ja, maar het waren gewoon koetsen. Question. Wendy, hoe heet de weduwe van John Lennon? Yono Ono. Nou, schiet ik gewoon in de lach. Yoko Ono. Het zou zomaar familie kunnen zijn. Theo. Question. Hoe heet de Spaanse tegenhanger van de Tour de France? De Vuelta. La Vuelta. En opnieuw zit je er vlakbij. Vuelta a España, officieel. Wendy. Question. Hoe noem je een Italiaanse gleufhoed met een grote rand? Nee. Oh, wat jammer, Wendy. Een borsalino. Theo. Question. Hoeveel bollen heeft het atomium in Brussel? 9. Heel goed. En hij zegt het nog niet, dus Wendy. Question. Eerst jij weer. Welk antwoordapparaat hou je op de hoogte, of houd je op de hoogte van het aantal wachtenden voor je? Nummermelder? Nee. Het is de zogenaamde beurtmelder. Je kent dat wel, van er zijn nog 11 wachtenden voor u. Theo? Question. Hoe noem je het wanneer een getuige tijdens een proces door zowel de verdediging als de aanklager wordt ondervraagd? Een dubbel verhoor? Nee. En dat heet in de volksmond ook wel kruisverhoor. We zijn een beetje zoekende op dit moment. Wendy. Question. Hoe heet het eeuwige slachtoffer van de kat Sylvester? Tweety. Jawel. En dan wil ik het ook graag zeggen. Doe dat eens. Hier is inspecteur de kok uit Baantje bij elke moordzaak naar op zoek. Motief? Ja, helemaal goed. That's the question. De kok met COCK maakt zich uitsluitend druk om het motief van de moordenaar. Voor jou heb ik even een vraag. Die heeft met geheel andere motieven te maken, namelijk met kledingmotieven. Op welke van deze twee foto's zie jij het typische Paisley-motief? Volgens mij op foto 2. Foto 2 is helemaal juist. Ja. En dan krijgen we een volgende spannende tussenstand. Nog maar 1 puntje tussen jullie. Theo heeft er 17 en Wendy op dit moment 16 punten. Dan gaan wij spelen de tweede ronde. En ze zal het er niet om gedaan hebben, die Wendy. Maar ze staat net nog onder Theo. En dan mag je beginnen in die tweede ronde. Question. Hoe noem je een ensemble voor moderne, lichte muziek? Een band. Ja. En dan mag je de beurt gewoon bijhouden nu. Question. Met welk rijtuig gaat de koningin naar haar werk op Prinsjesdag? Met de gouden koets. Ja. Dan pakt zij de gouden koets. Question. Welk eiland werd op eerste paasdag 1722 ontdekt? Paaseiland? Ja, door Jacob Roggeveen was dat. Question. Hoe heet de kneedbare emulsie van water en botervet die wordt verkregen uit room? Boter? Ja. Question. Hoe noem je een universitair gevormd iemand? Academicus. Het is ongelooflijk, Wendy. Theo staat te lijden aan de andere kant, want die kan niks doen. Question. Hoe noem je de onderlinge kameraadschap en solidariteit tussen mensen die samenwerken? Collegialiteit. Goed zo, Wendy. Wat ga je hard nu? Question. Over welke Amerikaanse gevangenis schreef Johnny Cash een lied? Nee, San Quentin. Dan, Theo, mag je weer eventjes. En misschien ga je wel helemaal los nu. Hoe noem je een geïrriteerd wondje aan je ooglid? Nee. Ik had het net over de volksmond. Dat heet dan een strontje in de volksmond. Wendy. Question.
Tot welke diersoort behoren een douche, een kees en een tax? Honden. Ja. Question. Welke zanger uit de jaren 50 had een begeleidingsband die luisterde naar de naam The Crickets? Buddy Holly. Je stijgt tot grote hoogte, Wendy. Question. Wat wordt bedoeld met een heen en weer? Nee. De veerpont, want die gaat de hele dag niet anders dan heen en weer. Question. Hoe heet de aarde tussen Evenaar en Noordpool? De tropische zone. Nee, het noordelijk halfrond. Och, natuurlijk. Dus bij de dacht ik al, hij gaat de verkeerde kant uit. Wendy. Question. Hoe noem je het speciale telefoonnummer voor noodgevallen? Alarmnummer. Ja. Dan wil ik het ook graag zeggen. Doe dat ook nog maar eens dan. Wie is de gastvrouw van het gezondheidsgala op televisie? Gemma Glitter. Er is iets niet goed gegaan. Het wordt ook terecht afgekeurd. Dus gaat de beurt naar Theo. Question. Hoe wordt de middeleeuwse combinatie van een fort en een landhuis genoemd? Kasteel. Dat is goed, Theo. Wie... Ja, dan moet je dat gelijk zeggen, want ik wil het zeggen, dat heb je nu kenbaar gemaakt. Wie is gastvrouw van het gezondheidsgala op televisie, Gemma Glitter? En dat is gek. Heel goed, ja. Ik haalde twee dingen op elkaar. Ik zei, dat is gek, maar ik wilde zeggen, dat is goed. En het is een beetje gek, want je liet een klein steekje vallen, hè? Je zei, de per ongeluk erbij, en dat stond er niet in. Nou, zo strikt werkt het allemaal. De bonusvraag nu voor jou, Theo. Samen met Andrea Amore en Koos Keuring geeft Gemma Glitter tips over gezondheid en sport. Op welke foto zie je Andrea Amore? Die gezondheidstips geeft, dat is foto 2. Foto 2 is helemaal goed. Want die andere was Gemma Glitter. Je had de punten nodig en je bent weer een beetje dichterbij gekomen. Nu 43 voor Theo en 66 punten voor Wendy. En we hebben nog tijd, dus wij spelen door. En Wendy mag het wel weer even overnemen nu. Wat is een ander woord voor een brief die duidelijk maakt om spoedig te betalen, te komen of bijstand te verlenen? Nee. Dan krijg je de brandbrief. Natuurlijk. Theo? Question. Hoe noem je het door middel van gebaren en bewegingen iets uitbeelden? Je komt er niet op, hè? Nee. Miemspel. Wendy. Question. Waarin bundel je een aantal tijdschriften tot een boekwerk? Een verzamelband. Zo goed als het net ging, zo lastig gaat het nu heel eventjes. We gaan soms doordalen in dit programma. Hoeveel jaren duurde het bestand tijdens de 80-jarige oorlog? 12 jaar. Ja, het is goed, maar het kwam er heel zuchtend uit. Alsof je erbij was. Welke Nederlandse tennisser behoorde in 1969 tot de top 3 van de wereld? Tom Okker. Heel goed, Theo. Waaraan was VOF de kunst verslaafd? Koffie. Ja, het was net Proptium voor de zoomer erin. Mag je doorgaan? Uit welke stad is de salade niçoise afkomstig? Uit Nice. Dat is goed. En Theo zijn vorm is weer terug. Welke meestal grijze vogel is in staat berichten te bezorgen? Een postduif. En ook die is goed, Theo. Question. Hoe noem je een schroevendraaier met een neonlampje om te testen of er ergens stroom op staat? Stroom. Dat is een spanningzoeker. Dat doe ik ook een beetje, want ik zoek ook de spanning in dit programma. En die spanning geef ik nu weer terug, want Wendy mag weer. Wie kroop in de huid van Dirty Harry en sprak de legendarische woorden... Go ahead, make my day, punk? Nee, van films weet ik echt niks. Beken jij heel eerlijk. Ja. Het wordt gefluisterd door Theo, Clint Eastwood. En die hoeft nu niet meer te fluisteren, die mag het hardop zeggen. Als antwoord op deze vraag, hoe noem je een schijnwerper... die een klein oppervlak zeer, zeer fel belicht... Een spotlight. Ja.
Question. Voor welke stad ligt de Alcatraz-gevangenis? Dat is San Francisco. En dat is goed. Question. Welk kloostercomplex is de kroningsplaats voor Engelse vorsten? Dat is Canterbury. Nee, de Westminster Abbey. Oh. Wendy, je moet er nou even heel hard tegenaan gaan, hè? Question. Wie componeerde de Carmina Burana? Wat een vraag. Leuk, hè? Karel Orff. Daar heb ik nog nooit van gehoord. Nee, je zei het ook niet echt met veel enthousiasme. Nee. Toen je zei, wat een vraag. Theo, hoe noem je iemand